Hallo, ben ik weer. Ik ben moe, ik wil slapen, maar jullie willen een video. Ja, wij maken een video! Vandaag gaan we weer iets nieuws doen, namelijk Fortnite. Nog nooit gedaan, heel nieuw. Duimpje omhoog, 200 likes, 21.000 abonnees behaald. Mam spaghetti. Oké, mij werd verteld dat de beste spot om naartoe te gaan, natuurlijk de enige echte Shifty Chefs zijn. Uiteraard. Dus vandaag zijn wij er dus ook aanwezig om een potje te winnen, zoals gewoonlijk. Want wij winnen elk potje wat ik opneem, want ik ben de beste Fortnite-speler die er is. Geen denies, no, not, kan niet gedenied worden. Het is truth, het is waarheid, het is done. Ik hoor nog een kist, oké, nevermind, die kist was gebukt. Oh, nee! Oh, dit is zo annoying. Oké, let's go. We hebben goede loot. I am proud of myself to be a good loot man. Yes, yes, yes. En gaan wij verder loetten. Hallo? Oeh, ik sta aan de shotgun. En jongens, ik heb er zin in. Oh, wacht, kijk. Niemand weet dit. Dat daar niks ligt. Ik wist dat wel. Ik wist dat wel. Maak je maar geen zorgen. Hallo, nog meer wapens die wij niet nodig hebben. Maar wij hebben wel deze beautiful chest nodig die hier ligt te rotten. Hallo, mijn naam is Max. Good evening. Thank you very much for the loot. I am going to take the shield. Oké, jongens. Shifty Shifts is mijn city. Maar ik landde niet als eerste daar. Dus we zijn lekker daarnaast gegaan, by the way. Maar dat houdt niet tegen dat wij amazing naar nu naar Tilted gaan. Dat seems like a great idea, you know? Oké, het is donker. Mijn softbox staat aan. En jullie zien echt alles perfectly now. En ik zie echt gewoon zo weinig. Het is echt insane, dude. Oh, maar deze. Hallo? Hallo? Hé, hey, ik zie... Oh nee, dat is een boom. Hallo, boom. Hoe gaat het ermee? Oké, jongens. Ik weet niet. Is dit een great plan? Ah, I'll be fine. I'll be fine. Oh, nee, we gaan daarheen. Jongens, het is zo spannend. We zijn al nu al in de top 58. Hoger dan ik ooit ben geweest. Mijn liters. Het is een erg exciting potje. Het is erg druk. Ik ben non-stop geattacked. Dus pas op. Het is veel actie in deze video. Deze guy is sowieso gefaald hier. Oh, wat de hel. Oh man. Had eerder die poses samen gegeven. Dit is lame. Lame. Ik kan ook echt geen shit zien, hè. Jongens. Hallo. Hallo. Mijn naam is Max en hij... wat hel... Wou ik er nou gewoon onder hier al? What the hell happened? Oké. Sure, I guess. Sure, oh sure. Wacht, kom. There we go. Easy. Easy. Easy game. Jongens, wij zijn de pro Fortnite builders van de hoed. En wij gamen veel met een hoed. Ook zien kist. Maar ik zie... Ik wil hier looten. Jongens, het is momenteel 10 uur. Ik kom net van de Efteling. Het was echt super grappig en leuk en dope. En ik ben moe. En gewoon, holy shit, daar gaan we van jou switchen bij. Maar ik ben moe, dat is echt insane. Ik wil echt gewoon slapen. En dan is mijn douche nog, hierna. En dan wil ik slapen. Maar, wauw, ik zie een kist. Jongens, oh wat spannend. Oeh. Op E, op Noord. Ik speel echt nooit alleen potjes in Fortnite. Het is echt insane. Hallo kist, by the way. How about I give you a quick loot? Quick mats. Scrap. Hallo. En dan krijgen wij bullshit, of course. Maar ik heb geen ruimte voor jou. Althans, jawel. Dat geeft zelfs meer. Ha, evil. Nee, kom op. Thank you. Ik dacht dat ik weer op die band zou landen. Oké, we zijn bij de sick hell. Hallo, sick hell. Maar wat ik net wilde zeggen. Ik doe echt nooit alleen Fortnite. Ik heb het echt een paar keer gedaan. Een paar keer streams. Never won. Een paar keer... Ja, het was één keer een opname. Never won. Dus ik heb niet te veel hopes. Maar I'll be fine. We gaan een keer winnen. I'll be fine. Komt goed. Wat zijn we trouwens? I don't know. Ik ben zo confused tegenwoordig met die nieuwe map. Het is echt insane. Ik zie ook geen shit. Die shit cirkel. Ik bedoel de shit softbox. Wat een zeur episode, jongens. Alleen maar gezeur en gezeik. Helemaal stom. Ik heb helemaal geen vermaak. Zo, helemaal kut. Helemaal stom. Hallo. Oh. Hé, hey, hier zit ook... Ik krijg gewoon... Wat een actie. Alleen maar kills en
gevechten en... Wow, gewoon, ik moet hier echt een 18 plus ding voor zetten. Zo druk als het was deze episode, zo ver. Niet normaal, gewoon alle actie en geweld en zo. Zo, hé, hallo. How are you doing? Geef me Scar of zo. Scar. Ik wil de Scar. Niet de boogieboom. Okay. Hallo, is hier loot? Nou, weet je. I don't even care. Hallo. I don't even care. Meneer Hout. Kijk, daar sowieso zijn mensen momenteel. Nou, trouwens, nee, never mind. Moet die kant op. Oh, sure. We gaan deze kant op. That's fine. Waar zijn de mensen? Leven is voor natuurlijk nog wel actief of zo. Hallo, waar is iedereen? Where are you peeps? I want to fight, you know, and die and waste all my episodes, you know. Because it's late en ik heb zin om hier nog een op te nemen. Hallo? Hallo? We gaan een challenge doen, jongens. Nieuwste challenge in Fortnite is winnen zonder kills te maken. Dat is een challenge die erg actief is, erg cool, erg jottem. Want zoveel actie, ik moet even wat meer, het moet even verminderd worden hoor, al die actie in deze episode. Woeie! Oh, maar deze, oh, mijn headset kraakt. Oh man! Kom aan. Jongens, Max, waarom ben je niet zo enthousiast? Max, wees enthousiast zoals je normaal bent. Jongens, ik ben moe. Ik ben moe. Maar de challenge gaat niet lukken, denk je. Winnen zonder kills te maken. Althans, top 10, minimaal. Zonder kills te maken. Maar ook weer zonder en gewoon te hiden as, gewoon as a pussy, you know? I don't want it. Hallo, anybody hier? Hoe win je een potje zonder kills te maken? Fortnite. Hoe win je een potje in Fortnite zonder kills te maken? Wat een goede titel, jongens. Hebben we zo even uit ons duim gezogen. Wat jottem! Oké, we gaan nog meer kisten. Wat de hel. Trouwens, je kan niet winnen. Want je moet echt gewoon de laatste kill moet ook nog gemaakt worden. En hoe ga je die ooit maken? Althans, ga je ooit winnen zonder die laatste kill te maken? Dat is gewoon... Impossible! Kijk. Hallo. Is die still here, you old fuck? Weet je, fuck the challenge. Fuck the challenge, you know? We need to win this. Hell yeah, where you at, boy? Going to kick your ass. Hallo. How about we take this right now? Oké, ow. That hurts. Ow. Why you do this, man? Why you bully me like shit? Hij is daar, 100%. Oké, boys. Heb ik jullie al eens verteld dat ik een geheim agent ben bij Dusty Depot? En daardoor daar altijd gratis kisten krijgen van iedereen. Ze zien me. Dus ze me eerst killen. En dan zien ze dat ik het ben. Dus, oh, sorry Max. Wist niet dat jij het was. Dus we hebben een kist voor je achtergelaten. Open ik hem altijd. Krijg ik altijd hetzelfde. Standaard dit. Loop ik door. Krijg ik altijd mijn shotgun. En dan moet ik altijd eerst even op orde zetten. Zo. Zo. Altijd eventjes doen. Loop ik door. Meestal kom ik een tweede guy tegen. Die heel onaardig tegen mij wil doen. Omdat dat de evil guy is van de familie. Zeg maar. Hij is nooit zo aardig voor ons. Let op. Hij is hier ook. Ergens. Daar, kijk, daar heb je hem. There we go. Dat was zo'n aardig guy van de familie. Is nooit zo aardig voor ons geweest. Altijd een beetje, ja. You know? Gewoon evil. En dan, dus moet je hem altijd maar helaas killen. Ik bedoel, ik doe het liever niet, maar. Hè. Is hij toch zo onaardig gaat doen? De hele tijd. Hallo, anybody here? Ik aim, nee, precies, het duurde lang, maar ik aim nog gewoon precies op zijn hoofd. I feel bad. Oh man. Kijk, zie je? Dusty Depot is my city. Ik ben veilig hier, oh, niemand die me wat doet. Altijd een goede start. Het komt allemaal altijd wel goed, die Dusty Depot. We hebben altijd, kijk, ze laten nog een kistje voor me achter. Zie hoe aardig zal het voor me zijn, gewoon... Ze weten hoe ik me voel. Dus dan, ja, weet je, laat ze maar gewoon shit voor me achter. Altijd wel aardig. De enemy helpt je altijd wel een beetje, zie je?
zeg maar, gewoon altijd, ze helpen. Ze zijn altijd aardig. Kijk, en dan heb, weet ik, ze in de game voor net zelf ook, dat ik nu bandages nodig heb. Omdat die ene guy, zeg maar, de evil twin brother van iedereen, hij was niet zo aardig. Dus daarom hebben ze 100% bandages achter voor me achtergelaten. Want anders, ja, ik bedoel, ik ben het, weet je. Als ik daarin loop, naar de checkpoint, dan, ja, dan liggen de bandages voor me. We gaan eerst het huis even bezoeken. Want ik zeg gewoon ook precies, zeg alleen de area waar het voor me ligt. Ik zeg altijd of ja, of Max, het ligt in deze containers. Of weet je, we laten het in het huis voor je achter. Nou, het ligt niet in de containers, dus dan hebben ze het waarschijnlijk in het huis voor me achtergelaten. En hier is het huis. Oh, nou, ik ben boezeld. Maar dat maakt niet uit. Hallo. Hallo, my lady. My lord. Thank you for the kill. And do you have bandages for me? No. But, okay. That is pretty fucked up, to be honest. Oh. Wow, dude. Okay, okay. That's fine. This is fine. Okay. I am doomed. Bye-bye. Bye-bye, great game. It was a lot of fun. Oh. I'm saved! I'm saved! Oh! The enemies helpen echt! Fucking told you! Wow, enemies. Die zijn legit zo aardig momenteel voor mij. Ik heb echt nooit gehad dat een enemy me zo erg helpt. Oké. Okay. Als hij nu daar gaat staan en in zijn inventory gaat looten, dan kan ik hem een soort van pakken. I guess. Oh jee. Oké. Okay. I tried. I failed. I'm not that good. I must no longer play. No. Oké, okay, dat was leuk. Tot ziens.